Na een koude start zette de dooi explosief door. Eigenlijk binnen een week tijd gingen we van de winter naar de lente. Ja, de temperatuur liep flink op. Uiteindelijk hadden we zelfs in februari, tweede helft van februari, te maken met allemaal warmterecords. Temperaturen liepen op naar 15 tot 18 graden met veel zon. De temperatuurverschillen waren enorm. Op het koudste moment had je in de nacht de temperaturen van min 16 graden. En op het warmste moment had je temperaturen van 18, 19, bijna 20 graden. Dus dan spreek je eigenlijk van bijna 40 graden temperatuurverschil. Het hoge drukgebied trok vanuit Scandinavië wat meer richting het centrale deel van Europa. De wind draaide bij ons naar een zuidelijke richting. Waardoor eigenlijk hele warme lucht helemaal vanuit de Sahara onze kant op kwam. Uit de Sahara komt er ook Sahara-stof mee. Dat zag je vooral terug in dat de zon eigenlijk wat minder fel aan het schijnen was. En vooral ook tijdens de zonsondergangen zag je dat heel goed terug. De lucht die kleurde heel erg felrood. En dat komt eigenlijk door die Sahara-stof eigenlijk, die in de lucht zit. Weerkaatst eigenlijk het licht een beetje. Waardoor je dus de hele mooie rode kleur ziet. Je hebt eigenlijk te maken met een hele bijzondere situatie, een hele bijzondere maand. Waarbij het aan de ene kant heel erg koud is geweest. En aan de andere kant dat je dagenlang met warmterecords te maken hebt gehad. En uiteindelijk, als je de hele maand in zijn geheel bekijkt, als je de hele maand gemiddeld neemt, verliep de maand zelfs iets zachter dan gebruikelijk is.